Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Heutink Primair Onderwijs, Leijon Vassing Transportbedrijf en MDB Media. Welkom bij SVZ2 TV en vandaag de wedstrijd SVZ2 tegen Flevo Boys uit Emmeloord. En SVZ2 weet af en toe wat puntjes bij elkaar te sprokkelen. En zouden ze nou een keer 3 punten hier in vierde kunnen houden? Hielke Pinterman die verleden week een doelpunt maakte, een belangrijk doelpunt, want toen werd het 1-1. En eens kijken of Dennis Sebas misschien op scherp staat. Wie niet op scherp staat is Michiel van Keulen. Heeft aangegeven na dit seizoen te gaan stoppen bij SVZ2. Natuurlijk hartstikke jammer, want wij van SVZ2, ik van SVZ2, zijn natuurlijk enorme grote fan van deze Mr. SVZ2. En waren er dan nog verrassingen in de opstelling van SVZ2? Jazeker. Kevin Aalman niet aanwezig. Daarvoor in de plaats Frank Ulderink. Die... in de voorhoede gaat beginnen voor SVZW. En dan heeft de scheidsrechter afgefloten en dan kunnen we beginnen aan een winderige wedstrijd. Want dus bijna stormkracht op het lage veld. Maar daardoor was het publiek absoluut wel gekomen. Hier met Frank Ulderink. Dat is zij in de plaats gekomen van Kevin Aalman. Ziet hier een vrije trap. En die vrije trap wordt dan door Carlo Borghuis genomen. Eens kijken of de lange mensen van SVZ2 voorin staan. Die staan dan voorin. Kan hij ze dan ook bereiken? Nee, helaas. De bal gaat voorbij. Sebastian, dat was een goede mogelijkheid voor SVZ2. Aan de andere kant moet SVZ2 doel goalie Björn Nijsink even zich laten gelden. En zo zijn de speldenprikjes weer uitgedeeld aan allebei de kanten. Hier Ulderink kan dan de bal op Penteman spelen. Maar Penteman staat dan buitenspel. En dan is het weer aan de andere kant hier. Frank Post die wordt weggestuurd. En Frank Post kan naar de goal van SVZ2. Maar heeft de vizier nog niet helemaal goed staan. En zo schiet hier, dat zei net, van SVZ2 met Swiers hier op Ulderink. Ulderink kan met een prachtige beweging zich vrijmaken. Maakt dan een krul in die bal. Maar net niet genoeg. Kan net niet even aan de andere kant van de paal in het doel belanden. En zo staat het nog steeds 0-0 bij SVZ2 tegen Flevo Boys. Flevo Boys kwam af en toe toch flink dreigend naar voren toe. Kan hier helemaal opstomen. Kan de bal worden weggewerkt. En dan wordt er een prima uithaal. Maar hoog over. Prima mogelijkheid voor Ellen Bakker die de bal ruim overschoot. Dan is het weer SVZ2. SVZ2 probeerde met combinatievoetbal naar voren toe te komen. En hier is een goede mogelijkheid voor Maarten Jansen. Maar Maarten Jansen schiet hem net naast. Goed meegekomen van Maarten Jansen. En helaas in het zijnet. Dan Sebas kan de bal weer naar Carlo Borghuis brengen. Carlo Borghuis die schiet dan ook. Maar ook deze bal treft geen doel. Dan hier een corner van de Flevo Boys. En kan de bal bijna in het doel worden gehanseld door onze eigen keeper Björn Nijsink. Kan de bal weer worden ingebracht. Maar ook dit is een prooi van Björn Nijsink. En zo kwam Flevo Boys elke keer weer wat opzetten. Hier een balletje naar de zijkant toe, naar Post. Kan de bal worden weggeworpen door Lubbers. Goede mogelijkheid weer, maar goed verdedigd ook door Lubbers. Dan Borghuis. Borghuis kan de bal brengen bij Penteman. Penteman, goede uithaal. Maar goed gered door keeper Rozink. Die tikt de bal uit de goal. En dan hier weer Borghuis. SVZ2 kreeg wat meer grip op het spel. En weer Penteman. Penteman schiet hem helaas de keer aan. Nee, het is geen Penteman. Het is ons jeugdig talent Maarten Jansen. En dan weer een counter van de Flevo Boys. En hier wordt William de Boer weggestuurd. William de Boer kan dan opstomen naar de achterlijn. En dan schiet hij. En dan is het Björn Nijsink die de bal weer keurig redt. En Mirko Swiers het gevaar doet wijken. En dan weer een gevaarlijke counter van Flevo Boys. En hier wordt Frank Post op uitgestuurd. En dan is het een doelpunt voor Flevo Boys. Ja, zo zie je met countervoetbal dat de resultaten er wel zijn. SVZ2 aan hun kant veel kansen, maar die vliegen er dan niet in. En dan een countertje van Flevo Boys. En dan is het Frank Post die de 0-1 op het bord brengt. Een 0-1 voorsprong van Flevo Boys.
En dan moet SVZ2 toch aan de bak hier met Ulderink. Ulderink uitgeweken naar de andere kant toe. Probeert hem dan in het centrum te krijgen. En dan een prima hakje van Maarten Jansen. Oh, jammer. Wordt niks meegedaan. Dan is het inmiddels de tweede helft. En daar is het Michael Wensing. Michael Wensing zoegend en ploeterend. Kijken of die bal voor te krijgen. En dat krijgt hij er dan voor. En dan is het een prima kopstoot. Jammer, Penteman. Prima kopstoot, maar Rozing stond goed opgesteld. Zodat hij het makkelijk kon vangen. SVZ2 nog steeds op jacht naar die gelijkmaker hier met Borghuis. Borghuis, wat kan Borghuis? We kijken. Oh, een poortje. Oh, een panna. Dat moeten we even terugzien. Carlo Borghuis, kijk even. Mogen we dan wel genieten bij SVZ2? Jazeker hier. Hopsakee. Door de benen. En dan is het lekker voetballen hier op het Lagerveld. Dan moeten we nog steeds op jacht naar die 1-1. Komt ook hier een prima mogelijkheid. Maar Maarten Jansen kan de bal net niet in de goal krijgen. En dan wordt het langzaamaan rot weer. Het gaat regenen. En dan mag Jordi Holtkamp zich gaan warmstrekken om weer eens in te vallen bij SSS2. En dan een prachtige mogelijkheid voor SSS2. Oh, jammer. Dennis Sebas. Dennis Sebas recht op de keeper af. En die Rozing stond gewoon goed op een goede plek. En dan, dan is het niet zo'n gevaar. Helaas voor SVZ2. Borghuis. Borghuis gaat op jacht naar die bal. Kan die de bal pakken? Nee, de bal wordt met een roei naar voren toe gedaan. En dan komt er weer zo'n gevaarlijke counter. Weer zo'n gevaarlijke counter. En dat is het weer Post. Frank Post en die schiet die bal. En dan kan Lubbers die bal niet goed verdedigen. En dan is het William de Boer. William de Boer die de 2-0 op het bord brengt voor Flevo Boys. Zo zie je met countervoetbal dat ze dus SVZ2 op een achterstand brengen van 2-0. SVZ2 veel mogelijkheden. Maar hier wordt de bal niet goed verdedigd. Of kan niet goed verdedigd worden. En door Lubbers. En dan is het 0-2. En dan komt er meer ruimte voor de Flevo Boys. En dan is het weer een goede mogelijkheid hoor. Dit keer weer voor de nummer 15. En dat is William de Boer. SSV, oh, het wordt even teruggekopt, even op het latje. Nou, op het latje, precies op de kruising. En dan gaat de niet zo heel erg bijsterbest fluitende scheidsrechter. Die zegt, het is een keeperbal. Mirko Sviers op Borghuis. Borghuis, Wensink. Wensink, ziet ze maar Jordi staan. En dan is het heel jammer, bal hoog over. Jammer voor Jordi Holtkamp die deze poging toch waagt en dan is het Wensink. Weer op Holtkamp. Weer een mogelijke mogelijkheid voor Holtkamp. Maar is dan het laatste wapenfeit wat SVZ2 heeft deze wedstrijd. Wij van SVZ2 wensen u natuurlijk weer een prettige dag en hopelijk tot ziens.